Deze week in Nieuwsronde, op bezoek bij de grote Sniep, Dag van de Baard, en de Dag van de Fysiotherapie. Midden in de polder heeft de Ronde Venen er een bijzondere locatie bij gekregen, de grote Sniep, met een fantastisch uitzicht wat eten of drinken. Wij spraken met Joost Samson, eigenaar en initiatiefnemer. Nou, ik heb iets met dit landschap. Het is gewoon een heel mooi landschap. Ik ben er geboren getogen. Het verveelt mij ook nooit. En ik denk dat het heel erg de moeite waard is om Wilnis in dit gebied om op de kaart te zetten. Al zijn er gewoon een mooi gebied. En het was alleen niet voor iedereen zichtbaar. En daar hebben we dit eigenlijk voor opgezet. Ja, wat ik eigenlijk het leukste eraan vind, het gebouw, de omgeving, het uitzicht, alles. Het zijn allemaal aanleidingen om met elkaar in gesprek te gaan. Vooral over het uitzicht, maar ook over het gebouw en ja, hoe het voor elkaar gekregen, werd ook veel gevraagd natuurlijk. Maar aan elkaar vragen, zeggen de mensen ook dingen van, jeetje, wat is die mooi, oh, dat is nooit zo opgevallen. En zo raken mensen met elkaar in gesprek. En dat was ook eigenlijk wel een beetje de bedoeling, dat vind ik leuk. Hier 17 hectare natuur. Het zou heel makkelijk te doen zijn om te zeggen van we plannen gewoon, ik noem maar wat, 15 juni, dan gaan we maaien. En gaat in één keer alles eraf. En in september nog eens een keer. En that's it. Dat zou je kunnen doen. Ik vind het zelf niet gepast, want dan heeft het wild geen schijn van kans wat hier genesteld heeft of wat net aan het opgroeien is. En je kan dat veel beter gefaseerd doen. Hier is een strook, daar is een perceeltje en dat zo door de tijd heen laten wisselen. En dan heeft het veel meer kans, ook een beetje bewijden met het jongvee. En dan is er ook wat te halen voor de vogels. Hè? Als er niks is, dan komen ze er ook niet. Ja, ik wil graag bij de mensen dus de oren krijgen dat gans eten of wild eten, dat niet zielig is, maar dat eigenlijk heel gunstig is. We zouden met z'n allen ontzettend blij mee zijn als de kippen en de kalkoenen hetzelfde leven gehad zouden hebben als een gans. Dus probeer het dan om te draaien en zeg ik, mensen, eet juist gans. En daarmee kun je die populatie dan ook wat terugdringen, zodat het ook geen overlast meer is. En laat het je goed smaken. Elke dag is het wel een dag van. Op 5 september was het de dag van de baard. En met die baard gaat het goed. Die is nog helemaal van deze tijd. Een barber houdt zich vooral ook meer bezig met baarden trimmen. Haarknip uiteraard, scheren. Een kapsalon knipt is vaak meer unisex, dames en heren. Een barbier doet alleen heren, geen dames. Ze mogen binnenkomen, maar ze worden niet geknipt. Haren knippen doe je echt met je vingers, alles even lang. Baarden is vaak meer echt een goede vorm zoeken, afspreken. Goede vorm zoeken en dat scheer je meer uit de losse hand over het algemeen. Niet zozeer echt ieder haartje even lang. Maar je kampt hem een beetje uit, je haalt de losse haren weg. En je boetseert meer als het ware. Ik heb een baard omdat ik ten eerste een beetje gemakzucht. En ik moet, voor rugby moet ik mijn snor laten staan voor de eerste competitiewedstrijd. Nou, dus nog 2 weken te gaan. Dus ik heb nog 2 weken dit mooie baardje. Na 1,5-2 jaar zie je dat de echte eendagsbaardjes weer aan het verdwijnen zijn en dat mannen hem door laten groeien. Je las een half jaar geleden op heel veel blogs op internet dat weer over zou zijn. De hipsterbeweging was op zijn retour. Ik zie daar hier weinig van. Mannen laten hem nog steeds staan, verzorgen hem goed, trimmen hem zelf of laten hem bij de barbier trimmen. Dat de gemiddelde baarddrager bij mij hier in de zaak een keer in de 3-4 weken is specifiek voor die baard langskomt om hem goed een model te trimmen, mooie contour erin te zetten, hals lekker uit te scheren. Dus nee, niet veel werk en als je zelf een beetje handig met een tondeuze en een kam bent, dan kun je er zelf ook een hoop aan doen. We laten hem groeien en dan op een gegeven moment houden we er weer een heleboel af. Ja, het is makkelijker dan elke dag scheren. Olietje erin, shampootje erbij. Dus voor mijn gevoel loopt dat nog wel even door eigenlijk. Ook de fysiotherapie heeft zijn eigen dag.
RTV sprak met Jeroen Morsing van Kerngezond in het HMC in Meidrecht. Fysiotherapie is een onderdeel binnen de gezondheidszorg, wat als doel heeft het houdings- en bewegingsapparaat zo optimaal mogelijk te laten functioneren. En dat kan door middel van verschillende manieren die binnen de fysiotherapie mogelijk zijn. En dan heb ik het over specialisaties zoals manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie. Dat zijn allemaal weer onderdelen die hun specialisatie hebben gericht op dat stukje. Het is heel belangrijk dat je dat als eerste gewoon goed wordt gekeken naar wat zijn de klachten en dat die goed in kaart gebracht worden. Dat is een van de belangrijkste taken die je als fysiotherapeut wel hebt. Je kan op twee manieren binnenkomen. Je kan met een verwijzing binnenkomen. Dan heeft de huisarts in wezen al gekeken of de specialist uit het ziekenhuis naar wat jouw klachten zijn. En die heeft daar al de zogenaamde rode vlag uitgefilterd en bepaald dat fysiotherapie nuttig kan zijn om jou te helpen, verder te helpen. En daarnaast ben je vaak zelf in staat om te bepalen van nou, dit zou wel een klacht kunnen zijn waar de fysiotherapeut iets aan zou kunnen doen. En als dat het geval is, dan gaan wij screenen op zogenaamde rode vlaggen. Is er dan wat aan de hand, is er zo'n zogenaamde rode vlag, dan zal ons advies zijn van ga toch eventjes bij de huisarts langs. Het menselijk lichaam is een heel complex stelsel, van de anatomie tot fysiologie. Dus ja, dat moet je allemaal wel kennen en dat moet je goed kennen om uiteindelijk iemand goed te kunnen helpen. Ik vergelijk het wel eens met een wereldkaart met wegen. Ja, die wegen moet je allemaal kennen om van A naar B te kunnen komen. En de ene keer gaat het via route A en de andere keer gaat het via route B. Maar je wil uiteindelijk op dat punt B uitkomen. Nou, de toekomst gaat steeds meer naar de gespecialiseerde gebieden. En dat loopt dan dus uiteindelijk, zoals ik net zei, de COPD kant, Parkinson, diabetes, dus meer de dat soort aandoeningen, tot orthopedische klachten. Zoals de nieuwe knie, nieuwe heup. En algemene dingen blijven denk ik voornamelijk in de rug, enkel letsel, dat soort dingen. Dat zal veel meer algemeen blijven. Maar de andere zaken gaan veel meer naar toch specialisaties toe. En dat is denk ik op zich wel een goede zaak. Mensen zijn ook wel weer kritischer geworden op hun eigen lichaam. Willen sneller van hun klachten af, willen sneller functioneren. Mensen worden ouder en ze zijn ook langer in staat om op ja, wat hoger niveau te blijven functioneren. En dat geeft dat mensen ook eerder klachten hebben. En dat uit zich voornamelijk in nek-schouderklachten, lage rugklachten. Maar ook weer de aandoeningen als COPD en Parkinson bijvoorbeeld wat steeds meer toeneemt.